Pulmonale hypertensie betekent letterlijk hoge bloeddruk in de slagaders tussen het hart en de longen. pH is een zeldzame aandoening waarbij het hart onder hoge druk komt te staan. Een boodschap doen op de fiets, het huis schoonmaken of andere dagelijkse inspanningen kosten langzaamaan steeds meer moeite bij een pH-patiënt. Om pH goed te begrijpen is het van belang om te weten dat organen zuurstof nodig hebben om te functioneren. De organen ontvangen zuurstof via het bloed. Het bloed neemt de zuurstof op in de longen wanneer het door de rechterhartkamer door de longen wordt gepompt. PH wordt veroorzaakt door het geleidelijk vernauwen van de longslagaders. Hierdoor moet de rechterhartkamer tegen een hogere druk het bloed door de longen pompen. Hierdoor zal onvoldoende bloed door de longen worden gepompt, met één of meer symptomen van PH als gevolg: een gevoel van conditieverlies, vermoeidheid, hartkloppingen flauwvallen, pijn op de borst en opgezwollen enkels en kortademigheid. PH wordt meestal door een onderliggende ziekte veroorzaakt, bijvoorbeeld door een reumatologische aandoening, een aangeboren hartafwijking of stolsels, zogenoemde embolieën in de longslagaders. Bij een kleine minderheid van de PH-gevallen is er geen onderliggende oorzaak en spreekt men van idiopathische PH. Daarnaast kan PH heel soms ook een erfelijke oorzaak hebben pH kan nog niet worden genezen. De oorzaak van pH bepaalt de mogelijkheid van behandeling. Soms met medicijnen, soms met een operatie. De medicijnen voor pH zijn erop gericht de druk in de longslagaders te verminderen, met als doel de symptomen te verzachten of vertragen.